Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Normaal met Roeland Stekelenburg, maar het is een live uitzending. Op dit moment zit hij in het Ajax stadion en ik heb begrepen dat hij op dit moment niet vrolijk is. Maar hopelijk tegen het einde van deze uitzending is Ajax langs zij gekomen of staat op voorsprong zelfs. René Jansen, jij zei bij ons op het bedrijf zitten ook veel voetballiefhebbers. Je bent van Le Paia. Ben je er zelf ook eentje? Zeker. Ben je eigenlijk een beetje chagrijnig dat je nu hier moet zijn vanavond? Nou, laat ik zeggen, toen ik ja zei, vanavond had ik nog niet door dat ik het zou verlachen. Had je dat niet gelezen? Nee. Nou, nee. Toch leuk dat je het wilde doen. Wat doen jullie? Heel simpel. Wij bieden trainingen. We zijn een trainingspartij en we doen de juiste trainingen op het juiste moment op een goede manier. En dat klinkt wie? Heel makkelijk, ja. Maar zo makkelijk is dat niet. Nee. Voor wie? We doen dat op wat wij noemen sleutelmensen in mensen carrière. Dus als je voor het eerst aan het werk gaat, als je een promotie maakt, als je voor het eerst mensen leiding gaat geven, wat zijn dan de vaardigheden die je nodig hebt om daar sneller, effectiever in te worden? Ja, want dat zijn andere vaardigheden dan, weet ik van wat, ik ga naar de technische opleiding en ik duik diep de techniek in om die opleiding goed te kunnen doen. Precies, dat is eigenlijk gewoon de wat. Ja. En dat is eigenlijk hoe je nou met andere mensen dingen voor elkaar krijgt, wat wij kernvaardigheden noemen. Ja. Voorbeeld te geven, als je gaat leiding geven, hoe stel je doelen met iemand? Hoe geef je nou een eerlijk gesprek? Hoe geef je feedback? Hoe ga je coachen? En het lijkt zo simpel, maar in de praktijk is het niet iets wat je ergens anders hebt aangeleerd. En wat je moet leren om daar effectief in te zijn. Nee, want de praktijk is natuurlijk ook nog heel erg. Zeker als het gaat over mensen die opklimmen in een bedrijf. Ze klimmen eigenlijk op omdat ze goed zijn in een bepaalde functie. En dat wil niet per se zeggen dat ze goed zijn in die leidinggevende functie bijvoorbeeld. Traditioneel zelfs het omgekeerde. Hè? Ja. De beste techneut gaat het team managen, maar de beste techneut is niet per se de beste manager. Nee. Nou ja, hoe kun je die in ieder geval de vaardigheden bijbrengen om dat beter te kunnen? Nou, dat is heel simpel wat wij doen. Hey, waarom ben je dit gaan doen? Dat komt eigenlijk uit het verleden. Dus ik even een paar stappen terug ga. Ik heb een poosje in Azië gewerkt voor een groot e-commerce bedrijf. We waren heel hard aan het groeien. En daar was ik op een gegeven moment commercieel hoofd voor een groot team in Indonesië. En wat ik altijd zei, terugkijken naar mijn eigen Nederlandse ervaring. Joh, HR, zittend overseas, help mij eens mijn mensen beter te ontwikkelen. Ah. Nou, op een gegeven moment keek een belletje van de CEO. Als je dat nou echt vindt, kom maar naar het hoofdkantoor en ga dat maar zelf doen. Ja. En toen had ik ineens 5000 mensen in 8 landen. En met de vraag, hoe ontwikkel ik die nou eigenlijk beter? Ja. Nou, ik had geklaagd, dus ik mocht het oplossen. Ja. En eigenlijk viel dat tegen, als ik het heel eerlijk zeg. En waarom viel dat tegen? Nou, om de 3 dingen die ik zei. Wat hebben mensen nou op welk moment nodig? We hadden geen trainingen. Dan moet je ineens een heel trainingscurriculum gaan inrichten voor alle niveaus en alle landen en alle functies. Hard stonden die skills wel. Dus de techneuten, die leerden wel hun programmeertalen. En de marketeers, die konden echt wel hun SEO inregelen. Maar onze managers, die kregen hele slechte feedback van iedereen. Wat leer je dan eigenlijk aan? Mm-hmm. Dus ik liep er tegenaan dat er weinig partijen waren die mij konden helpen met wat is nou wat mensen moeten leren op een bepaald moment? En de tweede vraag die ik vond, dat was een paar jaar geleden. Het moest of klassikaal. Kom, we gaan met z'n allen een paar dagen op de hei zitten. Voor zo'n hei had in Azië. En dan leer je daar de vaardigheden. Of we gaan dat volledig online doen. Nou ja, in mijn wereld bestaat er ook nog een middenweg. En zeker bijvoorbeeld als jij voor het eerst een slechte boodschap, slecht nieuws aan iemand moet geven. Dat leer je niet door een paar uur video te kijken en daar vragen over te beantwoorden. Ja. Maar dat hoef je ook niet per se een hele dag in een klassikale setting te zitten. Dus hoe kun je nou een soort van die theorieën, je eigen tijd, moderne middelen op een mobiele applicatie leren. Maar bijvoorbeeld wel eens een half uurtje tegenover een acteur zitten die jou laat voelen hoe dat is. Zodat je er ook een beetje vertrouwen opwekt als je dat voor de eerste keer moet doen. Dus jullie geloven heel erg in die combinatie van online en offline? Ja, wij zeggen eigenlijk wel altijd online waar het online kan. Dat is schaalbaarder en goedkoper voor de klant. Ja. Maar klassikaal waar dat op dit moment nog echt meerwaarde biedt. En ik denk wel dat we over termijn steeds meer dingen online kunnen gaan doen. Maar vandaag de dag zit er nog niet altijd zover dat je menselijke interactie helemaal kan nabootsen. Ja. En als op jullie site noemen jullie dat soft skills waar jullie in specialiseren. Hoe moeilijk is het om het belang van soft skills? Nou, misschien kan je het belang wel uitleggen, maar hoe moeilijk is het om uit te leggen aan mensen dat ze geld over moeten hebben om het trainen van die soft skills? Want die andere is ook eenvoudiger. Hè? Als je een programmeur bent, dat je op de hoogte moet blijven van de laatste ontwikkeling op het gebied van jouw talen, et cetera. Nou, die kan je makkelijk uitleggen. En daar heb je ook meteen het gevoel bij, oké, dat maakt ons product beter. Is het moeilijk dit verhaal te vertellen? Ja, nee. Er zijn individuen
is dat lastig. En je hoort niet voor niks. Hè. Als jij nu een radiozender opzet, zie je allemaal reclamespotjes van nou ja, zeg maar onze traditionele concurrenten, om het zo te noemen. Ja. Zeggen, je hebt je persoonlijk budget nog over, geef het uit. Ja. Dus eigenlijk mogen veel mensen gratis de training van een werkgever kopen en ze doen het niet. Dus er zijn stappen te zetten. Mm-hmm. Maar we zien wel dat steeds meer bedrijven de belang hiervan onderkennen. Dus dat, het, ja, dat soft skills steeds belangrijker worden geacht om succesvol te zijn in je werk. Maar het is wel steeds meer iets dat we gepusht zien door de werkgever. Die mm-hmm. eigenlijk een periode heeft gehad van je mag zelf kiezen wat je wil gaan doen. En waar wij nu van merken dat ze zeker op sleutelmomenten in de carrière weer iets meer dingen gaan voorschrijven. Dus hè, jonge mensen die voor het eerst gaan werken. Nou, er zijn een aantal vaardigheden. Hoe manage ik mijn tijd? Hoe haal ik feedback op van anderen? Hoe werk ik eigenlijk samen? Hoe stel ik doelen voor mezelf? Ja. Dat ze dat wel gaan aanleren. Hè? Dus vanuit bedrijven zien we er steeds meer focus op. Toen jij bij dat bedrijf waar die duizenden mensen zaten en dit ging doen, was dat toen al de bedoeling dat je op die soft skills ging richten? Of ging je eigenlijk over het hele trainingspakket? Nou, het ging eigenlijk heel simpel. Kijk, wij waren een scale-up die extreem hard aan het groeien was, maar die nog steeds verlieslatend was. Dus hoe maken wij mensen voor zo weinig mogelijk geld efficiënter? Ja. Was wel een belangrijke vraag. Maar wat ik denk dat wat wij heel erg op gefocust hebben in het begin, is duidelijk maken dat met name die soft skills daar veel belangrijker in zijn dan die hard skills. En natuurlijk moet er een hard skills basis zijn, maar zonder soft skills weet je wel wat je moet doen, maar niet hoe je het gedaan krijgt in de organisatie. En was jouw idee van het andere stukje, er zijn eigenlijk andere partijen gewoon al wel goed in, hier zit de ruimte? Hier zit de ruimte en hier kun je echt in verbeteren. Kijk, als jij een nieuwe programmeertaal wil leren, die ga je maandag toepassen. Geen probleem. Je kijkt video's, je kijkt tutorials, gaat het toepassen, je gaat het doen. Dus één, jij hebt zelf de behoefte om het te doen. Ja. En je kunt het online aanleren, want je kunt het meteen gaan toepassen. Mm-hmm. Maar ik moet de allereerste jonge manager nog ontmoeten. Die denkt, jee, ik heb promotie, ga ik naar manager. Ik krijg een leaseauto en ik krijg een team. En nu ga ik een cursus coachen. Ja. Volgen online. Die bestaat gewoon weg niet. Dus je moet hem vertellen dat hij het moet doen. En je moet hem dus ook uitleggen waarom daar de meerwaarde in zit. En de meeste managers komen daar pas na een jaar achter. En hebben eigenlijk al een jaar lang hun team op een manier gemanaged dat efficiënter had gekund. Ja. En waardoor je minder mensen kwijtraakt, meer productief bent, mensen happier zijn, alles. Hey, wat zijn nu, als je nu kijkt naar de klanten die jullie hebben, wat voor type bedrijven bereiken jullie nu? Nou, we zijn een jong bedrijf, dus we zijn begin vorig jaar echt commercieel de markt opgegaan. Toen waren het echt de scale-ups. Dus, we zijn hier eigenlijk waar je vandaan kwam. Waar wij zelf vandaan kwamen. En al eigenlijk de meeste van de grote scale-ups in Nederland. Daar werken wij mee. Je had hier een paar weken geleden Peter Warman van Nieuwzoe bijvoorbeeld zitten. Ja. Nou, dat is een partij waar we veel mee werken. Maar veel andere scale-ups. We zien wel dat we vanuit daar eigenlijk sneller doorgestapt zijn dat we wilden. Dus de tweede wave daarvan waren zakelijke dienstverleners. Omdat die wel heel erg in de logica denken. Wat zijn nou carrière stappen? En wat heb je nodig voor een carrière stap als jij bent grote accountant begint, of je met een grote consultant begint. En je doet iets voor 2-3 jaar en dan ga je door. En eigenlijk sinds 3-4 maanden en veel sneller dan we dachten, hebben we eigenlijk een hele serie grote corporates erbij. Dus we werken nu met 2 van de 3 grootste banken in Nederland. We werken met een aantal van de grote fast-moving consumer goods bedrijven. Ja. Ja, die ook echt wel gezegd hebben, joh, even terug naar de kern. We moeten mensen helpen om effectief te zijn. En doen zij dat dan voor het bedrijfsresultaat? Of doen zij dat omdat ze in een markt zitten waar ze hun personeel misschien nog blijer moeten maken dan in een andere markt? Ja, het mooie, grote schaarste is. Het mooie is, het is allebei. Kijk, personeel, zeker nu, mensen die de arbeidsmarkt opstromen, millennials noemen in de, een beetje overchargerend. Die zijn wel op zoek naar persoonlijke ontwikkeling. Dus als jij kan zeggen, joh, ik heb ontwikkelprogramma's die echt passen bij deze tijd, daar trek je mensen mee aan. Maar we hebben ook echt een aantal case studies met bedrijven doen, dat we het verloop bijvoorbeeld kunnen reduceren in groepen waar we mee werken. Maar de andere kant is ook echt gewoon, hoe zorg je nou voor dat stuk productiviteit? En daar zie je een beetje verschil in. Bijvoorbeeld de scale-ups. Natuurlijk moeten ze mensen aantrekken, maar hebben weinig geld. Hoe zet je dat geld effectief in? Ja. Als je dat inzet op training, is dat niet een veredelde soort van perk die je weggeeft. Nee, het is echt, wat heb ik daar dan morgen aan? Bij de grotere bedrijven zie je dat ze op allebei tegelijk kunnen focussen. En dat is ook volgens mij het waardevolle eraan. Ja, maar als je dan zegt, bijvoorbeeld, je hebt een jonge leidinggevende en die heeft allerlei ervaring, nog niet, allerlei dingen nog niet geleerd. Als je het mij vertelt, is het evident dat het belangrijk is. Maar kun jij ook resultaten laten zien, laten horen aan die bedrijven? Wat er gebeurt met die mensen die de opleiding gevolgd hebben? Ja. Want als het efficiënter moet, dan moet jij kunnen aantonen dat het efficiënter gaat. Nou, in één woord, en het impact aantonen van training. Nou kan ik je 50 jaar aan psychologie literatuur aan laten zien. Dus zo makkelijk is het niet. Nee. Maar
Wat voor ons de belangrijke test is, hè, en daar besteden we ook gewoon veel tijd aan die data boven tafel te halen, is, zijn de zachte vaardigheden, dus het gaat over hoe je met andere mensen omgaat. Nou, hebben die andere mensen nou ook het gevoel dat jij het beter doet? Ja, zij zijn eigenlijk de vragen. En dus als jij een nieuwe manager bent, wat vindt jouw team ervan? En kunnen we dat vergelijken met andere teams waar een ervarener manager op zit? Nou, dan vind ik het helemaal niet erg dat je op bepaalde gedragingen in het begin nog niet zo goed bent als ervaren managers. Ja. Maar na 6, 9, 12 maanden zou je wel de goede kant op moeten schuiven. Ja. En dat is precies waar we mee bezig zijn. Veel data verzamelen over die cohorten. En laten zien dat jonge managers gestaag en sneller beter worden. Ja. Hey, als ik weer op de site kijk, dan op de site geven jullie de indruk, we richten ons zowel op bedrijven als op individuen. Nee. Is dat een heel klein stukje individuen? Ja, dus het is 90% B2B, ja. Ja, zakelijke markt. En we doen daar een beetje consumenten bij. Eigenlijk is dat een test voor ons. We blijven in de scale-up, dus dat is een leuke markt, is dat interessant. Ja. Maar tevens ook naar bedrijven toe, zeker als ik over de scale-ups heb. Kijk, die hebben bijvoorbeeld wel 10, 20 jonge nieuwe werknemers, maar hebben 3 managers. Nou, daar kan ik geen klasje voor draaien, maar die kunnen dan wel met andere mensen van andere scale-ups. Nou ja, dat vinden ze en leuk, want daar leren ze ook weer van. Tuurlijk. En wij bieden een pakket aan waar we die hele scale-up kunnen bedienen. En het is niet dat ze de 3 managers toch nog naar een van de traditionele partijen moeten sturen. Willen wij niet, maar willen zij ook niet. Nee. Hey, hoe leer jij zelf? Hoe leer ik zelf? Ja. Nou, dat is een goede vraag. Nou, ik zei een van de dingen die ik net heb gedaan met de gast voor je is over boeken te praten. Ja. En dat is een van de belangrijke dingen die ik doe. Dus ik lees veel en probeer de informatie uit de markt te halen. En ik heb een aantal dingen geleerd over HR. Maar ik denk een van de tenets waar ik echt in geloof. Er zijn veel dingen waar ik niet in geloof. Maar neem mensen aan die beter zijn dan jezelf in de dingen die zij doen. Dus we hebben ook echt gewoon een heel goed managementteam. En de lagen daaronder, die mij gewoon op alle fronten eigenlijk elke dag weer uitdagen. En waar ik dingen van leer. Ja. En dan is de derde, die ik hier ook moet noemen, zijn gewoon onze klanten. Hè? Onze klanten weten heel goed wat ze willen. Wij weten heel goed wat we kunnen. Dus hoe helpen zij ons ook weer, dagen ons ook elke dag uit. Dus. En hoe heb je deze... Het was er niet. Jullie zijn het gaan maken. Hoe doe je dat? Hoe ontwikkel je een trainingsprogramma voor iets wat er nog niet echt is? Nou, in eerste instantie, dus ik zou wel geloven in lezen, is de Google Design Sprint. Er is een fantastisch boek over de Google Design Sprint. In vijf dagen. Wij dachten, wij zijn efficiënt, wij kunnen het in 4. Ja. Maar ik heb mij met mijn co-founder opgesloten in een van zijn leegstaande slaapkamers. En we hebben de Design Sprint doorgelopen. Waar we dus op traditionele manier, ik weet niet of Design Sprint nog traditioneel te noemen zijn. Maar het product ontwikkeld, getest met klanten, nieuwe versies getest met klanten. Ja. Dus dat is echt de manier waarop we gestart zijn. Dan heb je natuurlijk de inhoudelijke stukken van de trainingsprogramma's. Dus wat zijn precies de vaardigheden die we aanleren? En wat is dan het model wat je gebruikt? Wat is het communicatiemodel? Ook daar halen we heel veel expertise uit de markt. Er zijn heel veel freelance trainers en trainersontwikkelaars die ons helpen. Hè, waar wij heel vaak de methodologie neerleggen en hoe doen we dit dan? Ja. En zij challengen en dagen ons elke dag weer uit om hoe maken we dat nou elke dag een stukje beter? En het laatste dat ik je bij wil noemen, als dat mag, is data. Kijk, als je naar traditionele opleiders kijkt, blijft het heel vaak toch stranden bij. We zijn een paar dagen ergens mee bezig geweest en vonden mensen het nuttig en vonden het leuk en we hebben kwalitatieve feedback. Mm-hmm. Doordat ruim de helft van onze training online een platform is, krijgen we eigenlijk zowel altijd de feedback, doen mensen het nou ook, zijn ze ermee bezig, en de thumbs up, thumbs down en de feedback. Ja. Dus we krijgen een real-time datastroom van wat is nou nuttig, wat is nou niet nuttig. Dus we kunnen in plaats van zo'n een training maken en een keer beoordelen en dan nog een keer doen of niet, zijn we eigenlijk met elke sessie weer bezig met wat zijn de kleine dingetjes die we kunnen veranderen. Ja. Hey, online en offline is belangrijk, zeg jij. Wat is de technologiecomponent van wat jullie doen? We hebben een eigen platform ontwikkeld, waarin we dus eigenlijk elke training in 3 blokken delen. We hebben eigenlijk het stuk, wat moet je eigenlijk leren en waarom moet je eigenlijk leren? En daarvan zeggen wij, dat kun jij prima online doen. Dus waarom is het bijvoorbeeld als jonge manager belangrijk dat je iemand gaat coachen en dat iets anders is dan feedback? Mm-hmm. Dat kunnen we uitleggen en dat hoeft niet met een PowerPoint waar je naar zit te luisteren. Nee. Dus dat doen we op onze eigen app en daar hebben we zogenaamd bite-size learning. Dus kleine stukjes inhoud, dat kunnen video's, animaties, tekst, audio, die we naar mensen toesturen voordat ze in een sessie terechtkomen. Dan hebben we het klassikale stuk. Die zijn relatief traditioneel, behalve dat we heel veel oefenen. Dus ze zijn veel korter, ze zijn maar 2-3 uur. En dan is het gewoon echt meteen aan de slag. Ga maar tegenover een acteur staan, ga het maar doen. En dan gaan we meteen weer op dat onderwerp naar de technologische component. Oftewel, hoe zorg je nou dat mensen het gedrag ook veranderen in de praktijk? Dus om een simpel voorbeeld te geven, als jij mensen meer bewust wil maken van een communicatiestijl. Dat ze bijvoorbeeld niet alleen maar over inhoud praten, maar ook af en toe praten over hoe gaan we dat nou voor elkaar krijgen of
ik zie dat je niet goed in je vel zit, want Ajax staat met 1-0 achter. Ja. Hè? Laten we daar eens over hebben. Nou, hoe schakel je dat in het niveau? En één is dat doen met een acteur in een veilige setting. Maar twee is dat morgen in de waan van de dag ook doen. En daar merk je dat gedragsverandering komt gewoon door iets 20, 30 keer toe te passen. Ja. Nou ja, en daar gebruiken we eigenlijk de Amerikaanse theorie van nudging. Dus hoe zorg je dat je hele kleine ping stuurt met hele kleine stukjes van die gedragsverandering. Hè? Dat je mensen gewoon stimuleert het gedrag steeds meer toe te passen en ook echt te gaan doen. En dus eigenlijk al de combinatie van eerst online, waarom en hoe, dan het oefenen en dan weer online te pushen dat je het gaat doen. En zo krijg je dus eigenlijk in een traject wat minder uren in totaal kost dan een traditionele training, maar wel over tijd langer duurt, door die technische component, gewoon dat mensen veel vaker met die inhoud bezig zijn. En dus, nou ja, terug naar je eerdere vraag, dat je meer impact, oftewel gedragsverandering, krijgt. Hey, wat voor mensen werken er bij jou? Werken bij ons? Ja. Om dit, weet je, welke deskundigheid moeten jullie in huis hebben om dit goed te doen? Nou ja, dat is best wel een brede. Dus we hebben één, gewoon echt een development team. Want we ontwikkelen onze eigen software en onze eigen applicaties. Dus dat is gewoon development en alles wat erbij komt kijken. Dan hebben we echt onderwijskundigen. Dus die verantwoordelijk zijn eigenlijk voor hoe mensen nou leren. Op een aantal van de inhoudelijke onderwerpen. Zij zijn expert. Of zij moeten de experts uit de markt aantrekken voor die onderwerpen. En dan is de derde eigenlijk, omdat ik al heel vaak zei, wat is nou belangrijk dat iemand moet leren op een bepaald moment? Mensen die echt met de klant moeten werken. Want waar ik vanaf wil, is een zogenaamde wasstraat. Oh, er wordt weinig feedback gegeven in dit bedrijf. Laten we allemaal een feedbacktraining doen en dan is het miraculeus beter. Ja. En de vraag is echt, hoe kunnen wij alle starters naar een bepaald niveau brengen en daardoor zorgen dat het bedrijf structureel iets omhoog gaat. Ja. Of alle leidinggevenden die promotie maken, bepaalde vaardigheden aanleren en daardoor het hele bedrijf opliften. Dus hè, wat wij natuurlijk noemen het traditioneel eigenlijk client success managers, maar mensen die met de klanten werken om ook echt te bepalen wat heb je nou nodig en gezien wat je nu hebt, wat gaat dan de interventie zijn die jullie ook echt gaat helpen? Ja. Nou, dat zijn onze drie brokken. Hey, en hoeveel maatwerk komt er per bedrijf nog bij kijken? Nou, het ligt er een beetje aan hoeveel klanten er nu kijken. Maar kijk, net als elk bedrijf is elke klant uniek. Maar merk je ook weer dat de uitdagingen voor een bepaald persoon op een bepaalde plek in zijn carrière, of een bepaald moment in zijn carrière, die zijn best wel vergelijkbaar. Dus je ziet bijvoorbeeld dat wij met een pakket van ergens tussen de 20 en 25 vaardigheden werken, die 90% van onze klantbehoeftes afdekken. Waar we wel eens een verschil in maken in een soort van hoe het naar de klant gebracht wordt. En bijvoorbeeld ook wat voor voorbeelden ze werken. Dat is ook de taal die je spreekt. De taal die je spreekt. Kijk, we werken bijvoorbeeld in commerciële bedrijven, maar we doen ook werk met een aantal ziekenhuizen. Kijk, dan moet je wel andere voorbeelden hebben. Maar als projectmanagers wat moeten bereiken in een commerciële organisatie is het, hoe ga je met de andere mensen om? Hoe stel je iets af? Hoe overtuig je? Hoe maak je een presentatie voor het bestuur? Dat zijn dezelfde vaardigheden als die in een ziekenhuis zouden zijn. Ja. Maar de voorbeelden die je moet gebruiken om het te laten leven, en dat doet echt praktisch te maken dat mensen gaan doen, zijn wel anders. Nee. En kiezen jullie er dan voor om bedrijfstakken uit te kiezen? Zeg je dan, oké, we hebben nu een klant in de zorg. Ons doel het komend jaar wordt om die hele zorg te pakken. Ja, ja, deels zijn we natuurlijk opportunistisch als elke scale-up. Wat er langskomt. Als die langskomt met een behoefte die wij kunnen invoeren, doen we het graag. Maar wat je wel merkt is, een van ook een focus is eigenlijk een soort van scale-ups en snelgroeiende technologiebedrijven. Zelfde groep uitdagingen. Zakelijke dienstverlening in brede zin. Zeer vergelijkbare casuïstiek. Ja. Zorg. En we merken nu dat er een groep multinationals is die eigenlijk wat sneller, wat ik al zei, dan verwacht naar ons toe komt. Ja. En dat zijn eigenlijk de vier pijlers waar we ons op het moment aan het focussen zijn. Hey, wat leer jij van het snel groeien van je eigen bedrijf? Nou, daar leer ik elke dag weer van. Ja, dit is een hele andere uitdaging. En ik heb het geluk en mijn co-founder ook dat het wel het eerste bedrijf is dat we zelf zijn gestart, maar dat we veel hebben mogen leren van de voorgangers waar we mee gewerkt hebben. Maar voor ons zijn er twee dingen die extreem belangrijk zijn. En één is de absolute focus op wat willen we bereiken. Wat is onze strategie en ons doel voor dit kwartaal? En wat doen we ook niet? En dat helder maken. Dus dat zelf durven te kiezen af en toe. Ja. Maar dat ook met het team te doen. En dat helemaal naar beneden door te brengen. Zodat we echt zorgen dat we op één ding proberen te focussen. En het tweede wat we heel belangrijk vinden. En dat is helemaal niet makkelijk natuurlijk in een scale-up. Met weinig naamsbekendheid. En geen budgetten. Hè, waar je kan competen met de salarissen die je boeking kan betalen aan hun ontwikkelaars. Ja. Maar hoe zorg je nou dat je echt goede mensen kunt aannemen op de juiste posities. Dus besteed onevenredig veel tijd aan recruitment. Want over een paar maanden de juiste persoon op de juiste plek hebben, maakt heel veel verschil uit versus die niet hebben en het gaat zelf dichtlopen. Hey, en wat doe je dan? Hoe maken jullie het verschil? Wat moet je ze
Is dat de sfeer? Is dat het salaris? Wat is dat? Nou, het zou het salaris kunnen zijn, maar helaas kunnen we dat niet. Nee, waar wij in geloven is ook echt onze eigen filosofie. Dus mensen productiever maken. Dat ook naar onszelf toe vertalen. Dus wij hebben een zogenaamd work-to-live scheme. Oftewel, groeien is belangrijk en een scale-up is hartstikke leuk. Maar er is ook nog een leven. Hoe kun je daar tijd voor vrijmaken? Dus we hebben concepten als ongelimiteerde vakantiedagen die we hanteren. Iedereen werkt eigenlijk op een 100% salaris 90% van de tijd. Dus heel praktisch, elke tweede vrijdag om de vrijdag is ons kantoor dicht. En we zeggen, als we echt geloven dat we mensen productiever kunnen maken, dan kunnen we dat ook met onze eigen mensen. Dus dan hoef je niet per se die tiende dag ook nog op kantoor te zijn. Dus dat is aan de productiviteitskant. Nou, je probeert sfeer te bieden. Dus je lunch met z'n allen. We hebben een zeer internationaal gezelschap. Dus echt Nederlandse evenementen. In de zomer ga je de gracht op met z'n allen. Nou, over twee dagen hebben we een kerstfeest. Ik wacht af wat we gaan doen, maar volgens mij is het vrij Nederlands. Dat soort dingen proberen we wel te stimuleren. En je biedt mensen de uitdagingen die ze op een andere plek niet kunnen krijgen. Hey, is Amsterdam is Amsterdam daar ook nog voor sommige mensen een pre? Zijn er buitenlanders die het niet leuk vinden om een tijdje in Amsterdam te wonen? Zeker, zeg maar? Zeker. Dus Amsterdam is natuurlijk wel een hotspot. Ja. Maar het gaat ook weer niet voor iedereen. Er zijn genoeg mensen die die andere plekken waarderen. Tuurlijk, maar zeker in Amsterdam zitten. We hebben een mooi kantoor hier aan de grachten. Daar hebben we over nagedacht. Ja. Misschien als we hier iets extra aan uitgeven, heeft dat toch ook weer de aantrekkingskracht, wat ik zoek, op bepaalde mensen. Dus het is echt, hoe krijg je die goede mensen op de goede plek? Hoeveel mensen, met hoeveel zijn je er? Nummer 30. 30. Hey, heb jij die vorige, had je een paar, 3000 zei je, hoeveel mensen werkt het voor? 5,500 toen. 5,500. Ja. Heb je daar nog iets over, zeg maar, schaalbaarheid van sfeer geleerd? Kan je dat, met die 30, die snap ik, weet je wel, van En weet je, het gesprek hiervoor met Guido van Nispen, over people-centric economy, daar gaat het natuurlijk ook heel erg over. Nou ja, daar zijn we dan drie elementen, zeg maar. Maar daar hoort natuurlijk wel bij. Ja, weet je wel, wil ik ergens, voel ik me, zien mensen me staan, voel ik me gezien, et cetera. En dat gaat wel helemaal met, des te groter iets wordt, des te moeilijker dat is. Ja. Zie je daar nog, heb je daar wat van geleerd, van die grote? Nou, toevallig aan de zijkant van je vorige gesprek, een gesprek daarover. Ja. Kijk, hoe groter het wordt, hoe moeilijker het wordt. Maar, en het is altijd moeilijk hier soort van het concreet te maken en niet soort van algemeenheden te praten. Mm-hmm. Maar een van de belangrijkste is, wat is de cultuur en wat vinden wij belangrijk? En hoe zorg je ook dat je dat uitdraagt? Het is heel makkelijk te zeggen, wij willen een open cultuur hebben en iedereen moet verantwoordelijkheid kunnen nemen, met ideeën kunnen komen. Maar hoe zorg je nou dat je dat in de praktijk brengt? Dat is bijvoorbeeld een van de vraagstukken die we daar hadden. Zeker nog een praktisch voorbeeld daar te geven. Het was een founder-centric organization. Dus het was echt van 0 naar 5000 gegaan. Waar de CEO die begonnen was, nog steeds de CEO was. Ja. Die was ook, die had het bedrijf helemaal zien opgroeien. Dus dat is ook echt zijn ding. Dus die wilde in beslissingen betrokken zijn. Maar dat is wel moeilijk als je in 8 landen zit en je hebt 5.500 mensen. Ja. Dus hoe geef je die vrijheid? Maar, en dat is waar ik de hele tijd wil, de laag onder hem had hij op dezelfde manier opgeleid. Die waren ook gewend, soort van, te micromanagen. En de laag daaronder eigenlijk weer. Want dat was helemaal in de cultuur ingekomen. Dus als je zegt, wat willen we veranderen? En dat wilde op een gegeven moment. Dan moet je één van de top dat gedrag ook echt laten zien. En dat is niet alleen maar het doen in je eigen meetings, maar het ook op het podium gaan staan en daar voorbeelden van gaan geven. Mm-hmm. Dus niet meer zelf alle town halls gaan doen of alle all hands gaan doen, maar daar veel meer andere mensen naar voren brengen. Maar we hebben het ook best wel kwantitatief gemaakt. Dus we hebben een serie leiderschapsgedragingen gedefinieerd die heel meetbaar waren, dus waarvan iedereen kon zeggen, doet mijn manager dat nou of doet mijn manager het niet? Die waren nauw gerelateerd aan de cultuur. Dus als wij een waarde, transparantie hebben, wat betekent dat dan? Wat moet een manager dan doen die hier goed aan is? Wat zou iemand in een team daarvan moeten werken? En zeker in het begin, om dat echt even doorheen te duwen, hebben we 2 jaar lang, elke 3 maanden, alle managers in het bedrijf, of iedereen in het bedrijf, zijn of haar manager laten beoordelen. En die kregen dat te zien, niet zozeer als een score, jij bent goed of slecht, maar die kregen alleen maar te zien, ten opzichte van alle andere mensen op jouw positie, ben jij relatief goed of relatief slecht. Ja. En de relatief goede, die plaatsten we echt op een podium. Dus wat doen zij nou echt goed dat andere mensen wellicht niet doen? Kunnen ze dat laten zien? Kunnen ze dat uitleggen? En de relatief wat mindere, zeg op transparantie, we hebben geen enkel gevoel dat het een slechte, dat het onderdeel is bij jou, maar dit is misschien waar je traditioneel van jezelf niet zo goed in bent. Dus hoe kunnen we hier nou bij helpen? Ja. En dat maakten we niet transparant op individueel niveau, want het was niet soort van, laten we met iedereen een soort van evaluaties gaan delen. Maar dat werd wel
In teammeetings echt besproken. Zo van, nou, hier wil ik aan gaan ontwikkelen en ik sta hier en ik ben aan het schuiven. En dan heb ik wel verwacht dat mensen ook echt focusten op die beweging. Dus alleen maar, en dat was ook echt wel een shift die we moesten maken, op je KPI's focussen, op je resultaten focussen, was niet meer genoeg. Uiteindelijk de performancebeoordelingen waren wel, hoe leef jij op naar de waarden en hoe leef jij op, nou ja, naar je business targets. Ja. En dat was wel iets wat je natuurlijk in de scale-up in het begin heel weinig zal zien. Ja. En wat ook echt wel een gedachteverandering was van een aantal mensen die daar toen al 4, 5 jaar zaten. En als jij moet zeggen waar jullie cultuur voor staat, wat is die dan? Nou ja, wij zeggen, dan moet je aan het team vragen of we dat ook echt zijn. Ja. Maar dat wij een balans proberen te vinden tussen entrepreneurial en professional. Dat is heel lastig, maar entrepreneurial, move fast, break things. En hoe krijg je dingen voor elkaar? Maar training is wel bij uitstek een markt, je moet het goed doen. Ik kan niet naar een klant zeggen, ik geef training, ja, dit klopt even niet en dit moet nog verbeteren. Nee. Waar je aan andere markten wel eens kan zeggen, we gaan met een product onder niet helemaal goed is, moet het een bepaald niveau hebben. Dus hoe kunnen we die balans heel erg vinden? En daar, dus dat zijn eigenlijk waar we iedereen de hele tijd op challengen. En dan zeggen we ook eerlijk van, ja, dat is een balans. Dus als je aan de ene kant heel goed bent, dan ben je waarschijnlijk aan de ene kant wat minder, dus gaat het wat beter. Ja. En hoe koppelen we dat soort van met open, transparante communicatie. Ja. Iedereen kan met iedereen praten. Iedereen is volledig bereikbaar. We hebben bijvoorbeeld elke maandagochtend gewoon, dat deden we met z'n vijf, dat doen we in ieder geval met z'n 30 nog. Laten we alle cijfers van het hele bedrijf zien. Dus sales staat daar, dit was het target. Gaat nog niet goed. Dit is de kwaliteit voor de trainingsratings van de afgelopen week. Dat gaat wel goed. Dus dat proberen we ook echt op alle niveaus na te leven. Ja, wat een lastig natuurlijk is, hè? Want je eigen beeld, ik noem wat, bij wijze van spreken, je zit in een bedrijf, iemand heeft een kantoor, die zijn deur staat altijd open. En die zegt, ja, weet je, ik ben eigenlijk hartstikke open, weet je wel, mijn deur staat altijd open. En er komt niemand binnen, weet je wel, dus er is kennelijk geen... Hoe doe je dat, zeg maar, polsen in je eigen bedrijf? Of hoe mensen de openheid ervaren, bijvoorbeeld? Nou ja, wat ik belangrijk vind en wat je probeert, is gewoon eens af en toe met iemand een kop koffie te gaan drinken, die niet per se degene is met wie je altijd praat. Kijk, met mijn hoofd sales praat ik heel vaak. Ja. Maar laat ik eens met iemand anders uit het team. Ja. Gewoon een kop koffie drinken, 20 minuten. He, want ik weet ook wel, er zit gewoon een bepaalde... Ja, mensen stellen het niet altijd voor of komen niet altijd binnen. Zit nee, niet... je bent toch de baas, hè? Het zit ook niet in ieders cultuur. Nee. Dus probeer dat eens te doen. Of probeer niet alleen maar het gesprek op inhoud te hebben. Maar probeer eens... Probeer eens gewoon te spreken over hoe gaat het, wat kunnen wij beter doen. Kijk, we hebben werken, ik geloof heel erg in werken met stagiairs, met interns, doen we altijd. Nou, elke 3, 4 maanden heb ik met mijn founder een fire chat met de interns. Dat is al een keer dus een nieuwe groep, want die zijn er 3 tot 6 maanden. Nou, zeg, vertel maar. Wat gaat er nou goed? Wat zou je anders doen als je in mijn stoel zit? Wat is wat we morgen echt moeten veranderen? Ja. En daar krijg je altijd best wel inzicht uit dat je dacht, ja, dat had ik niet gezien. Ja. Maar dat is hartstikke slim, dat gaan we gewoon nu doen. Ja. Hey, Roeland, mijn collega, vraagt altijd een beetje aan het eind van het gesprek. Waar wil je over 3 jaar staan? Waar wil jij over 3 jaar staan? Nou, het is makkelijk altijd zeggen world domination. Nee, we zijn nu... Is dat echt... Is dat inderdaad... Nou, het gaat nu over world domination. Maar wat ik wel vind, en dat is gewoon een... ik vind oprecht dat de huidige trainingsmarkt in Nederland, maar daarbuiten, heel veel beter kan. En dat mensen dat eigenlijk verdienen om beter te geholpen te worden, om beter te zijn in hun rollen. En daardoor eigenlijk ook gewoon happier te zijn. Als je goed bent in wat je doet, ben je vaak gelukkiger. Dus hoe kunnen we daar mensen nou bij helpen op een zo breed mogelijke schaal? Dat is oprecht wel een ambitie die wij willen bereiken. Ja. Ja. Maar je zult die vraag vast wel eerder aan jezelf gesteld hebben. Van wat maakt me nu gelukkig? En daar blijft groei er wel eentje van, begrijp ik. Ja, iets neerzetten wat gewoon mooi is en wat impact heeft op meer mensen. Dus wat ik wel oprecht leuk vind. Ja. Ja. Maar zou dat ook kunnen als je bedrijf op 50 man blijft steken? Of ben je dan gefaald? Nee, ik denk niet dat je dan gefaald bent. Sowieso is de menselijke geest ook onwijs goed om iets tot succes te turnen. Ja. Maar ik denk wel dat hier nu een kans ligt en dat we die willen grijpen. Maar er is altijd een factor hard werk en de juiste dingen doen. En er is een factor geluk. Dus de ambitie ligt veel verder. En laten we kijken of we dat kunnen halen. Maar als ik nu kijk naar wat we in Nederland kunnen doen, dan geloof ik dat we in 1,5 jaar onwijs veel bereikt hebben. Dus dat willen we in Nederland stappen verder zetten. Kijken waar we dat in Europa kunnen doen. En dan kijk ik altijd nog steeds met een schuin oog naar de Aziatische markt. Die op het onderwerp training, ontwikkeling, gewoon toch nog iets achterloopt bij hoe wij dingen in Europa doen. Zowel bij het belang ervan, als misschien als gevolg daarvan, wat voor partijen er zijn. Nou, dan denk je wel, nou ja, in Nederland zijn 15 miljoen of 17 miljoen mensen, waarvan 9 miljoen werkenden. In Indonesië zijn 300 miljoen
mensen, ja, waarvan 170 miljoen werkende. Het zou wel leuk zijn daar een dominante speler te kunnen worden. Ja, dat zijn en de gedachten die we hebben. Ja, ja, en heb jij daar gewerkt natuurlijk. En heb ik daar toevallig gewerkt. En net wat ik net wilde zeggen, is wat wij hier toch wel gezien hebben met veel bedrijven die internationale ambities hadden, of in sommige gevallen uiteindelijk succesvol zijn geworden. Maar ze zijn allemaal langs een ingewikkelde route van cultuurverschillen en... dat geldt in jouw wereld natuurlijk ook. En bij training geldt dat nog meer. Ja, nog want meer, als ik, wij geven trainingen over hoe challenge je je baas. Ja. Nou, dat is in Nederland een ander verhaal dan zeg in een andere markt. Ja. Maar we merken twee dingen. Dus we doen nu voor Nederlandse bedrijven steeds meer werk in het buitenland. Hè, dus daar krijgen we in ieder geval even in een buitenlandse kantoren. Dus we krijgen nu echt op die feedback, op de trainingen al de feedback. Mm-hmm. Was nou goed, was niet goed? Wat moeten we aanpassen? Wat moet gelokaliseerd worden? Wat werkt stiekem wel best wel goed, wat we misschien niet verwacht hadden? Ja. Wat ik voor deels nemen we gewoon zowel mijn, maar ook mijn medeoprichters ervaringen mee. Je moet niet te bang naar het buitenland gaan, van mijn gevoel. Dat is geen garantie voor succes. Maar daar twee salespersonen neerzetten en dan zeggen dat het goed moet komen en hopen. Ja. Dat, dus hoe kun je ook groot genoeg gaan? En dat is typisch een discussie die wij nu met investeerders voeren. Als we gaan, hoe kunnen we dan ook zo gaan dat we de garantie op succes minimaliseren? En het niet laten afhangen van de kwaliteit van de eerste twee mensen die je daar aanneemt. Ja. Dus dat is wel... Nou ja, dat is dan een uitdaging waar je mee zit. En hoe is jullie bedrijf tot nu toe gefinancierd? We hebben nu met Nederlandse investeerders een seedronde gedaan. En je bent nu aan het kijken naar... We gaan 6 januari een serie A beginnen. Oké. Okay. Nou ja, fantastisch. En het is een mooi verhaal. Ik zou zeggen, één ding in ieder geval heb je me van overtuigd. Aan jouw drive zal het in ieder geval niet liggen. We doen ons best. Ja. Maar is ook de kracht, dat je moet tegenwoordig, denk ik wel, je hebt eigenlijk geen keuze. Je personeelsleden, die komen al. Elk bedrijf wat nu begint, wat in ieder geval in het soort technologiewereld zit, is een internationaal bedrijf van het begin af aan. Ja. Nee, dus we zijn in het Engels begonnen. Ja. En ons team is half Nederlands, half internationaal. Natuurlijk, hè, aan de saleskant helpt dat hier als je Nederlands spreekt. Maar ons development team is, ik denk, 80% internationaal. En dat is ook wel een bewuste keus. Dus je brengt ook wel echt die mix van culturen bij elkaar. En brengt voor mijn gevoel, ondanks natuurlijk dat je wel eens een Babylonische spraakverwarring over dingen hebt. Ja. Je brengt gewoon dingen bij elkaar die sterker zijn dan als iedereen op dezelfde manier naar hetzelfde probleem denkt. Ja. Hey, wat doe jij op die vrije vrijdag? Zie je dan toch ziek om te werken? Ik zal eerlijk toegeven dat ik net iets te veel werk. Maar ik probeer dan juist, je vroeg me net, hoe leer jij dingen? Nou, ik probeer een vol gesprek met mensen te hebben. Van ik denk, moet ik daar per se de maandag om 11 uur voor vrijmaken? Nou, dat kan ik zakelijk misschien niet verantwoorden. Maar dit zijn wel de dingen die ik wil doen. Of waar ik net even iets kan doen wat voor mij ook wel belangrijk is. Ja. En af en toe spendeer ik ook eens wat tijd met een vriendin. Die vindt het ook leuk. Ja, dat snap ik helemaal. Heel ontzettend bedankt en veel succes hiermee. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd PQR voor de hosting van de website. Bier & Co. voor de biertjes. Jetstream voor de livestream. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. Volgende week zijn we er weer als vanouds. Het is de laatste keer voor de kerstvakantie. Wij stoppen dan 2 weken. En volgende week is Stekel er in ieder geval weer. En ik ga nu even kijken wat de tussenstand is. Of die blij is of ongelukkig. En volgende week is hij er in ieder geval overheen. Dankjewel.